Misschien herkent u het wel, dat je in deze tijden van isolatie heel anders aankijkt tegen beelden die heel normaal leken te zijn voor deze tijd. Nou, dat heb ik bijvoorbeeld bij dit schilderij van Frans Huismans uit 1914, Feest in de rustende jager in Bergen. En het Noord-Hollandse dorp Bergen, daar was een kunstenaarskolonie die ongeveer vanaf 1914 ontstond, van kunstenaars, veel uit Amsterdam, die vanuit hun gevoel, vanuit hun tenen schilderden. In brede kwaststreken, in contrasterende kleuren, licht donker. En hier de dynamiek van een samenzijn in de plaatselijke kroeg, ook het centrum van die kunstenaars, waar je de plaatselijke bevolking herkenbaar aan die boerenpetten en de wat eleganter geklede Amsterdammers die daar waren neergestreken, die daar samen aan het feest vieren zijn. Een spetterend, heel erg vrolijkmakend schilderij, maar wel iets heel geks, omdat we natuurlijk op dit moment zoiets helemaal niet mogen doen. Wie had dat ooit kunnen denken bij het kijken naar dit schilderij van Frans Huismans uit 1914?